Dat vind ik nou niks, hè, zoete gedoe. Ik haat het gewoon. Het is mijn dieptepunt van dit jaar, dit. En even voor de duidelijkheid, ik heet nog even ook niet meer Maarten. In november heet ik Maarten Mendes. Oftewel, me Mart. Oké, gast? Het is me Mart. Sint Maarten deelde zijn mantel uit. Hij deelde uit. Ja, maar dat doe ik dus ook al echt goed, hè? Dan ben ik ook helemaal zijn eigen. Ik kan zo levensecht vertellen dat je niet alleen het gevoel hebt zelf in het verhaal aanwezig te zijn, maar dat de figuren uit het verhaal tegen je beginnen te praten. Het is tijd dat jij, Maarten, van 10 uit 2023, de echte, de oude, de enige, de super Sint Maarten van Tours, de heilige, gaat ontmoeten. Yeah.
gaan vinden. Uit het ganzenhok van Sint Maarten. Mensen, wie biedt er 50 dollars? Ja, hak. Oh, kijk wat een prachtige sfeer. Ach, ja, want het ruikt heel origineel. Ik kan het geld ook nog niet. Zou je dat nou willen? Dat is veel waard. Jongens, alle gekkigheid op een stokje. En die ganzen ook. Ik heb nog een verhaal. Gewicht van die enorme eikenboom, zo'n klap, dat overleeft niemand. En toen, en toen... Hé, stop! Hé, wacht eens even. Nou vertel je ze maar, het is dood.
heb ik toch niks aan. Ik wil hem zo spreken. En toen... Het was jij die verzon dat je de armen niet één keer per jaar moet helpen. Jij was het die moeiteloos doorprikte al die middeleeuwse merchandise, dat malle gedoe. Jij wist wat echte dapperheid is. Jij had medelijden met de heidenen. Jij wist dat het er niet om gaat dat je koning bent of weet ik veel wie, maar gewoon een goed mens. Jij was de smaakmaker, man. De bijt. Oké. Het echte. Het echte is waar het om gaat. Goed, niet de schone schijn. Jij was Sint Maarten zelf. Gast.